Hey guys, wat leuk dat jullie weer kijken naar deze video. Super benieuwd wat deze week gaat brengen en ik laat het jullie allemaal weer zien natuurlijk. Dus veel kijkplezier en als je nog vragen hebt of als je nog bepaalde dingen willen zien, laat het vooral hier beneden weten. Jullie konden als het goed is gisteren al beelden zien dat ik mondjes zocht. Dat komt omdat ik nu bezig ben voor een projectje van Philips voor tandenborstels. En dan moet ik een soort van flatlay maken en misschien ook een gifje waarbij het beweegt. Ik weet nog niet of ik te veel hierover kan zeggen of laten zien, maar het is in ieder geval wel echt super leuk. Volgens mij zat hier een hele... Oh, dat is van... Dat parfum, ja. Ik zit natuurlijk op de afdeling voor vormgeving, dus er komen niet zo heel veel pakketjes voor ons binnen. Maar wel voor beauty en voor fashion. En dat is natuurlijk super leuk om te laten zien. Dus ik laat jullie een aantal pakketjes zien die beauty director Jessica heeft binnengekregen. En ook een beetje om in de kerstshow te komen natuurlijk. Dus dit zijn ze. Nou, allereerst, het ziet er echt wel super leuk uit. Volgens mij, ja, deze is van de Body Shop en van de Kiehl's. En deze moet ik nog uitpakken. En dit zijn ook hele leuke cadeautjes, dus let's begin. Oké, dus dit is een adventkalender van de Body Shop. Ik kan bij elke dag een vakje openmaken om te zien wat voor cadeautje erin zit. Super leuk. Het ziet er echt heel leuk uit. Ik heb dus al een pakje open. Oké, misschien kunnen we er wel heel even in. Misschien achterin te leggen. Ik heb dus per ongeluk dit vakje opengemaakt omdat ik er te hard op leunde. Maar dit is bijvoorbeeld een van de cadeautjes die je kan krijgen. Dit is dan een body lotion. Hier, pakketje 2. En dat is ook iets van Kiehl's. Ik ken het merk wel, maar ik heb er zelf nooit wat van gebruikt. Ik weet niet voor jullie, maar ik heb echt een zwak voor tekenmuntjes. Oh, hier zit ook iets kleins in, een shampootje. Volgens mij krijg ik dit al zoveel binnen in één dag. Dat is echt ziek. Ik wens dat ik dat ook kreeg. En het serieus, hoe chill is het als je zoveel beauty spullen krijgt in één dag. Ik zei ook dat dit echt een super leuk pakketje is van Giorgio Armani. Dit is hoe het eruit ziet. En de lampjes zijn nu op dit moment kapot. Maar volgens mij is het wel echt zo'n beauty tafel. Oh my god. Zoveel lippenstift. Ik heb het al gezien op een video van YouTube volgens mij. Ik ben benieuwd wat erin zit. Dit is die geur die volgens mij ook al gezien met Jamie Lee. En deze ruikt echt super lekker volgens mij. It smells very good. Super leuk, want je hebt dus één voor de vrouw en dus ook één voor de man. Dus dan kan je samen met je boyfriend dezelfde parfum gebruiken. Super leuk. Het zijn een aantal lippenstiften. Again, oh, dat is zo'n lippenstift. Wel echt een super mooi kleurtje. Nou en jongens, dit is Nathalie, alleen ze wil niet in de video, maar zij is echt top. Zeg je? So cute. So cute. So cute. Tiny Rituals. Oh, is voor mama staat dit. Ik denk dat het is voor als je net een kindje hebt gekregen of iets. Het ziet er zo uit. Ik ben benieuwd hoe het ruikt. Ja, het is wel echt zo'n hele subtiele geur die echt zo'n beetje baby vibes geeft. Maar echt super lekker. Hey guys, het is alweer een andere dag. En ik heb natuurlijk ook weer wat anders aan. Vandaag dubbel pink. Ik weet niet, je moet er wel van houden. Maar ik vind het wel zelf heel erg leuk. En dit zijn nog ballonnen van een shoot volgens mij.
Echt heel cute. Ik vind deze trouwens wel echt heel chill. Het zijn gewoon van die soort van pantoffelslippers of zo. Van Sasha. Dat zou ik echt hier onderaan willen doen. Maar als ik deze slippers onder deze outfit aan zou doen, dan zou ik wel echt too pink, right? Maar dan ook een soort. Oh, maar ik ben echt één grote teddy. Maar zo, ik ben net een klein kindje. Echt, hè? Het is new fashion. Fashion. Oh my god, Elle heeft dus nu een nieuwe koelkast. Deze is zo cute. Wil deze echt nog in babyroze ooit? Ik denk dat ik dan de vlog alweer ga afsluiten. Vond je dit een leuke vlog? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En subscribe op dit kanaal en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!